Nou, toen we hier een uur geleden aankwamen, toen viel dat nog wel mee. Nu inmiddels is eigenlijk het hele perron volgelopen. Er rijden mondjesmaat treinen. Er komt af en toe een trein binnenrijden. Die brengt mensen dan naar Haarlem of naar Leiden. Daardoor rijden er ook weinig treinen richting het zuiden, want van die kant komt weinig. Dus ook de mensen die naar Rotterdam en Venlo moeten, die hebben last van veel vertragingen. Ja, daar moeten de mensen dus rekening mee houden. Is het bekend hoe lang het gaat duren? Nou, er wordt nu gezegd tot aan het middaguur. Maar de vraag is natuurlijk of dan alles weer op tijd rijdt. Of dat ze dan rond die tijd alles weer op gaan starten. En dan zou het nog wel eens veel langer kunnen gaan duren. Ja, want dan is onduidelijk waar alle treinen dus zijn als het allemaal weer verholpen is. Wat moeten de mensen doen als ze toch naar Amsterdam willen? Ik heb hier even gesproken met wat conducteurs op het perron. Mensen bij het informatiecentrum die natuurlijk overstelpt worden met vragen. Wat zij zeggen is, rijd tot aan Haarlem als er een trein naar Haarlem komt. En pak dan de bus naar Amsterdam. Of rijd via Leiden naar Schiphol. En dan moet je in Leiden op een normale bus stappen. Want NS zet geen bussen in. Dus je moet gebruik maken van het reguliere busverkeer. Nou is er één groep mensen die denk ik blij wordt van deze storing. En dat zijn de taxichauffeurs op het station Amsterdam. Die schijnen namelijk nu al zo rond de €60 te vragen voor een ritje richting Schiphol. Dankjewel, Annieke Enthoven.